Een heel bekend probleem in Amsterdam is doorslaand en optrekkend vocht. Doorslaand vocht komt vanuit de gevel. En zoals u hier zo heel mooi ziet, is de houten balk helemaal aangetast en aangevreten. En dus eigenlijk volledig rot. En het is niet alleen deze balk, maar het zijn nog meer balken in dit pand. U ziet de verkleuring van de balk in dit geval. En als je naar de kop kijkt, het uiteinde, zie je dat die ook helemaal verrot is. En wat is het verhaal? Dit is een kelder die al meerdere keren hersteld is. De muren zitten helemaal vol met schimmels. Een teken dat de muur verzadigd is van vocht. En ik laat u dat hier ook nog een keer zien. Deze houten balk is dus helemaal nat en aangevreten. En dat betekent uiteindelijk dat al deze balken eruit gaan. Bij kelders in Amsterdam, die ongeveer op dezelfde hoogte liggen als de straat, is de kans enorm groot dat houten balken doorgerot zijn. Neem een expert mee. Ik heb 30 jaar ervaring. Mijn naam is Fred Tokkie. En u kunt mij bellen op 020 77 36 842. 30 jaar deskundigheid en expertise bij een bouwkundige keuring. Misschien tot ziens.